PGO, wat dat is? Nou, PGO is een manier van leren. Bij Stende Hogeschool leer je door problemen uit de beroepspraktijk te onderzoeken. Probleemgestuurd onderwijs, PGO dus. Meestal doe je dat bij ons op school. Heel vaak niet in een klas, maar in een groep. Je groep bestaat uit zo'n 12 medestudenten. Afwisselend ben jij de voorzitter, de notulist, bordschrijver of gewoon groepslid. Een docent begeleidt de bijeenkomst. Hij heet in PGO geen docent, maar tutor. Elke week werk je samen aan een paar verschillende problemen. PGO begint dus met een praktijkprobleem dat centraal staat in jouw leerproces. En dan? Nou, dat gaan we je uitleggen. Je groep komt 2 keer per week samen om het probleem te bespreken. Dat doe je niet zomaar voor de vuist weg, maar PGO heeft een duidelijke structuur. Je pakt het probleem aan in 7 stappen. De eerste stap bestaat uit het lezen van de tekst. Je gaat na of iedereen de tekst goed begrijpt en of het probleem helder is. Je hebt dan een gezamenlijk startpunt. Je formuleert het centrale thema en bespreekt dit met elkaar. Tijdens de tweede stap bepaal je wat voor soort probleem het is en je vertaalt het centrale thema naar een duidelijke onderzoeksvraag. In stap 3 is het de bedoeling dat de groep overzicht krijgt van alle voorkennis die er al is door het probleem te analyseren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door te gaan brainstormen. Dan kun je alle mogelijke ideeën op tafel gooien, realistisch of niet. Dat maakt nu nog niet uit. Je inventariseert dus met elkaar en je maakt een analyse van het probleem. In de volgende stap, stap 4, zet je alle voorkennis op een rijtje, zodat er een overzichtelijke structuur ontstaat. In stap 5 bespreek je welke kennis ontbreekt en wat je nog moet gaan bestuderen om het probleem volledig in kaart te brengen. Je groep formuleert de leerdoelen voor zelfstudie die leiden tot nieuwe kennis. Stap 6 doe je vervolgens meestal alleen, door bijvoorbeeld een expert te interviewen. Of je zoekt een lekkere plek op school of thuis om de literatuur te bestuderen en op internet nieuwe informatie te vinden. Je maakt een verslag van wat je hebt bestudeerd en vooral ook van wat je hebt geleerd. Als je dat weet, dan ben je goed voorbereid op de discussie met de groep in de volgende stap. Kenmerkend voor stap 7 is dat je samen, in dialoog met elkaar en onder leiding van de voorzitter, verslag doet van de gevonden informatie en zelfstudie. Het is praten en luisteren, uitleggen en vragen, waardoor je samen nieuwe kennis verwerft. Zo concludeer je binnen een paar weken dat je kennis hebt ontwikkeld over een deelgebied van je toekomstige werkveld. Nog dezelfde bijeenkomst gaat iedereen, na stap 7, zich weer inlezen in een volgend probleem en begint je groep weer bij stap 1. Zo werkt PGO!